Nou, goedenavond allemaal. Welkom bij weer een webinar van Allergie Monitor. Vanavond gaat Annelies van der Kolk ons iets vertellen over bijvoorbeeld anafylaxie en de adrenalinepen en wanneer dit dan precies nodig is. Dus ja, Annelies, ik laat me jouzelf eigenlijk even voorstellen en jij mag ook de presentatie starten als je zover bent. Heel veel succes. Nou, dankjewel, Marieke. Ik ben Annelies van der Kolk en werkzaam in het Deventer ziekenhuis als verpleegkundig specialist bij de kinderallergologie. Daar zien we heel veel kinderen met voedselallergieën en andere soorten vormen van allergie. Vanavond mag ik jullie wat meer vertellen over allergische reacties en wanneer heb je welke medicatie nodig in de thuissituatie. Even de inhoud waar ik vanavond het met jullie over wil hebben. Dat is onder andere, wat is nu eigenlijk een allergische reactie? Wanneer kan die optreden? Door welke factoren? Ik ga met name inzoomen op voedselallergie en insectenallergie, omdat dat bekende vormen van allergie zijn. Welke medicatie kan er voorgeschreven worden en welke is nu nodig om een reactie te behandelen? Vervolgens vertel ik iets over een anafylaxie. Want die heeft natuurlijk te maken ook met wel of geen adrenalinepen hebben in je noodzet. En wanneer is die nu nodig? En wat behandeltips en de behandelplannen die gebruikt kunnen worden? Nou, dan wil ik eerst eventjes wat vertellen over allergische reacties. Want eigenlijk wat er gebeurt bij een allergische reactie is dat je immuunsysteem stofjes herkent als binnendringers die op dat moment niet oké zijn. Waardoor het immuunsysteem IgE gaat aanmaken. En dat heeft dan invloed op je mestcellen onder andere, waardoor histamine vrij komt. En dit kan klachten veroorzaken. En dan kan je denken aan niet zo snotteren bij hoorkortklachten. Maar ook bij bepaalde voedingsmiddelen, dat je kind misselijk wordt, gaat spugen of andere allergische reacties laat zien. Nou, hierbij spelen erfelijke factoren een rol. Dus of je zelf een allergie hebt, dat maakt de kans dat je kind een allergie ontwikkelt ook groter. Of bijvoorbeeld eczeem, astma. Maar ook weten we steeds meer over leefstijl. De hygiëne-hypothese heeft hier onder andere mee te maken. Dat we vergeleken met vroegere jaren toch veel schoner leven. Schonere huizen hebben, minder in aanraking komen met bacteriën, virussen en dergelijke. En ook dat we hygiënischer zijn. En dat heeft er ook mee te maken dat wij minder met de hand wassen, meer met een vaatwasser. En dat zou mogelijk ook allergieën kunnen bevorderen. Wat we vaak zien bij een allergische reactie is dat bepaalde organen betrokken zijn. Zoals de huid, de luchtwegen, het maag-darmstelsel en de hart- en bloedvaten. Nou, met name hart- en bloedvaten en de luchtwegen, als een kind benauwd wordt. Dat zijn natuurlijk dus ernstige klachten waar echt wel direct zorg bij nodig is. Nou, er zijn best wel veel factoren die een allergische reactie kunnen laten doen ontstaan. Niet alles is altijd ernstig en heeft een adrenalinepen nodig. Maar we zien dat bijvoorbeeld inhalatieallergenen zoals boom- en graspollen hooikortklachten kunnen veroorzaken. Of een vererging van je astmaklachten. Maar ook jeukende ogen, kriebels in de ogen, de allergische oogklachten. Bij voedselallergie dan reageert je kind op het eiwit van bijvoorbeeld pinda of een bepaalde noot. Maar we zien toch ook heel veel kinderen op jonge leeftijd die klachten krijgen van onrust, verandering van van de ontlasting. En dat worden vaak de niet-IgE-gemedieerde voedselallergieën genoemd. En dan kan je bijvoorbeeld denken aan zuigelingen die last hebben van standaard zuigelingenvoeding. Nou, een andere belangrijke allergie is de insectenallergie. En dan hangt het er vanaf of je een lokale reactie krijgt, wat de meeste mensen wel krijgen. En dan kan je denken aan een bult, roodheid en jeukende klachten. Maar je kan ook ernstiger reageren en dan verder van de insteekplaats of van de prikplaats af klachten ontwikkelen. Een andere vorm die wel bekend is bijvoorbeeld contactallergie. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan de latexallergie of
de allergie die veroorzaakt wordt door bijvoorbeeld wolvetalcohol, wat aan sommige zalven toegevoegd wordt. Geneesmiddelallergie zien we toch ook wel op de jonge kinderleeftijd. En dan met name antibiotica is wel een bekende, waar ouders nog wel eens mee te maken krijgen. Maar ook pijnstillers zoals NSAID's kunnen leiden tot allergische klachten. En dat kunnen milde klachten zijn, maar ook ernstige klachten, waardoor je pijnstillers niet mag gebruiken. En als laatste twee groepen bestaan er de geïnduceerde anafylaxieën. Dus door inspanning, vaak in combinatie met een cofactor, zoals we dat noemen, zoals voedsel of alcohol of NSAID's, dat je een anafylactische reactie ontwikkelt waar een adrenalinepen voor noodzakelijk is. De laatste groep, idiopathische anafylaxie, dat zijn eigenlijk de anafylactische reacties waarvan we niet goed de oorzaak weten. Dit kan soms eenmalig voorkomen, maar soms zie je het toch ook vaker optreden. Nou, deze groepen wil ik verder niet te veel op inzoomen. Het gaat met name om de voedselallergie en de insectenallergie, waar ik het vanavond over wil hebben en waar ik wat meer van wil laten zien. Als we dan eventjes naar de voedselallergie kijken, dan zien we dat het best veel voorkomt op de kinderleeftijd. Helemaal onder het eerste levensjaar zijn er toch best wel veel kinderen die een reactie laten zien. En dat kan zowel de reactie zijn, de IgE-gemedieerde reactie, dus waarbij je antihistamine nodig kunt hebben of een adrenalinepen, maar ook de niet-IgE-gemedieerde reacties, bijvoorbeeld bij koemelk. Als je dan kijkt in de loop van de eerste levensjaren, dan kan het immuunsysteem eigenlijk twee kanten opgaan. Die kan denken van dit voedingsmiddel is oké en er treedt spontane tolerantie op voor het voedingsmiddel. Of je blijft allergisch en dan zie je dus dat ongeveer 3-4% van de kinderen daadwerkelijk nog allergische klachten hebben op de leeftijd van 5 jaar en ouder. Als je het idee hebt of het vermoeden dat je kind allergisch is voor een bepaald voedingsmiddel, dan kan daar onderzoek naar gedaan worden. En dan kun je denken aan de huidtest, waarbij het allergeen op de huid gelegd wordt, zoals je in het plaatje ziet. En dan kras je er doorheen, waardoor je gelijk kunt zien of er een soort van bultje omhoog komt of niet. Ontstaat er een bultje, een galbultje, dan spreken we van een positieve huidtest en komt er geen bultje op, dan is er een negatieve huidtest en kan je rustig thuis gaan introduceren. Nou, bij een bloedonderzoek dan duurt het ietsjes langer voordat je de uitslag krijgt. Maar is de IgE-waarde, zoals we dat noemen, verhoogd, dan kan dat een indicatie zijn dat je kind allergisch is voor een bepaald voedingsmiddel. Wat dan de vervolgstap is, is een voedselprovocatietest. Waarbij in oplopende dosering het voedingsmiddel aangeboden wordt aan het kind. Om te kijken van reageert je kind allergisch? En zo ja, is dat alleen met contactklachten of reageert het hele lichaam en is behandeling noodzakelijk? Soms zie je dat een allergietest positief is, maar dat uiteindelijk de provocatietest goed afgerond wordt. En dan word je verder begeleid in het thuis introduceren van het voedingsmiddel. Juist om te voorkomen dat het immuunsysteem nog weer wat anders gaat reageren uiteindelijk. Want we weten ook vanuit onderzoeken dat als je het een tijdje niet eet, en het kan 6-8 weken zijn, dat een jong kindje alsnog allergisch kan worden als die wel sensibilisatie heeft voor het bepaalde voedingsmiddel. Als we dan kijken naar de tweede groep van ernstige allergieën, dan zien we de insectenallergie. Eigenlijk is dat de nummer 1 doodsoorzaak van anafylactische reacties in Europa, maar ook wereldwijd. Naast natuurlijk voedselallergische reacties. Het gaat om ongeveer 650.000 mensen in Nederland. En eigenlijk de grootste boosdoeners van allergische reacties zijn toch wel de vliesvleugelige insecten en dan de belangrijkste groepen, eigenlijk de wesp, die voor 80-85% van de allergische reacties de veroorzaker is. En daarna gevolgd door de honingbij. We zien op de hommel en de hoornaar niet zo vaak allergische reacties, omdat dat insecten zijn die niet zo snel zullen steken. Meer wegvliegen als ze een mens bij een mens in de buurt komen.
Alleen jonge kinderen kunnen natuurlijk nog wel eens in de zomer in het gras spelen. En als daar klaver groeit, waar veel hommels op afkomen, dan zou een kindje gestoken kunnen worden door een hommel. Het plaatje wat je hiernaast ziet, zie je even welke soort vliesvleugelige insecten vooral leven in bepaalde gebieden van de wereld. En in principe kun je wespen en bijenallergie goed behandelen. Maar is dat niet altijd in de praktijk niet altijd noodzakelijk bij kinderen om er wat mee te doen. Maar daar kom ik later op terug. Als we dan kijken naar de medicijnen die voorgeschreven kunnen worden of die gebruikt kunnen worden bij type 1 allergische reacties. Als ik dan kijk naar de voedselallergieën, dan kan je in eerste instantie gebruik maken bij kinderen met eczeem van een vettende zalf. En dit kan helpend zijn om contactreacties, bijvoorbeeld rondom de mond, zoals galbulten en roodheid, te voorkomen. Vooral als eczeem actief is, dan is het belangrijk om zowel het eczeem te behandelen, maar ook eigenlijk een barrière aan te leggen, zodat het eiwit niet door de huid kan dringen en daar lokaal in de huid kan zorgen dat mestcellen actief worden en histamine vrijmaken, waardoor er roodheid en galbulten kunnen ontstaan. Ik heb een keer meegemaakt dat een kindje in eerste instantie succesvol pinda heeft geïntroduceerd op jonge leeftijd. En op een gegeven moment kwam moeder bij mij in de spreekkamer en die zei van, ja, ik ben gestopt met de pinda, want mijn kindje krijgt er heel erg uitslag van. En op dat moment ben ik met moeder gaan kijken en heeft het kindje pinda een boterham pindakaas bij mij gegeten. En wat ik zag was dat moeder alle kleding uitdeed op de romper na. En dat overal daar waar contact met de pinda kwam, dus op de beentjes, op de armpjes, want het kindje knoeide nogal, dat daar galbulten ontstonden en roodheid ontstond, wat natuurlijk jeukt. Toen we samen gingen kijken onder de romper, toen zagen we daar eigenlijk geen huidbeeld ontstaan. Dus kon ik moeder uitleggen dat dit dus een contactreactie was. En daarna heeft het kindje ook weer succesvol pinda geïntroduceerd. En is het gelukkig niet allergisch geworden voor de pinda. Stel nou dat je kindje toch een huidreactie krijgt, dan kan het helpen om de plek te koelen. Dat kan natuurlijk met natte koele doeken, maar dat kan ook met speciale zalfjes voor eczeemhuiden die jeukstillend zijn of een spray die jeukstillend werkt. Dit kan zorgen dat kinderen niet gaan krabben, waardoor het huidbeeld vanzelf kan uitdoven. Heeft je kind toch ernstige klachten en worden de klachten veroorzaakt vanuit het lichaam zelf? Dan is het belangrijk om anti-allergietabletten, antihistamine te geven aan je kind zodra je de klachten ziet ontstaan. Deze zorgen dat de histamine die te veel vrijkomt niet op de ontvangers in het lichaam kunnen gaan zitten, in de huid bijvoorbeeld of in het maag-darmstelsel, waardoor de klachten kunnen doorgaan. En daardoor stopt eigenlijk de reactie binnen 30 tot 60 minuten en zie je klachten verdwijnen. Wordt je kind benauwd doordat het per ongeluk bijvoorbeeld een pinda heeft binnengekregen, dan is het belangrijk om een adrenalinepen te gebruiken om de reactie eigenlijk direct te stoppen en de benauwdheidsklachten te laten verdwijnen. Soms kan het ook zinvol zijn om aanvullend toch nog een blauwe puf te geven. Als je kindje wel opknapt, maar nog steeds wel een piepende ademhaling heeft, kan het net helpen om de reactie verder te laten verdwijnen. Nou, bij insectenallergieën zie je eigenlijk dezelfde middelen terugkomen om de klachten te behandelen. Met name als je last hebt van de steek zelf, dan kan je ook weer jeukstillende zalfjes of spreetjes toepassen en koelen. Eventueel als het heel pijnlijk is, kan je pijnstillers gaan geven. En met name ontstekingsremmende pijnstillers zoals NSAID's kunnen dan helpend zijn. Maar ook als je kind hormoonzalf gebruikt, een type 4 hormoonzalf kan geschikt zijn om de jeuk en de reactie te doen verminderen. Is de reactie ernstiger dan ook weer, kan je gebruik maken van antihistamine of eventueel de adrenalinepen. Nou, wat is nu eigenlijk een anafylaxie?
Nou, dat is eigenlijk een reactie die vaak snel optreedt, systemisch is, dus echt vanuit het lichaam komt en levensbedreigend kan zijn. En levensbedreigend kan een benauwdheidsaanval zijn, maar het kan ook een shockreactie, dus een reactie van wegvallen omdat de bloeddruk omlaag gaat en je hartslag vertraagt. Dat zijn echt serieus ernstige reacties waarvoor direct handelen noodzakelijk is. Wat er gebeurt is dat er eigenlijk heel veel histamine vrijkomt, waardoor bloedvaten kunnen verwijderen, maar ook de longen kunnen vernauwen. Vaak op jonge kinderleeftijd zien we met name bij een anafylactische reactie de longen meedoen. En wat minder de shockreacties. Deze worden meer op de volwassen leeftijd en op de oudere kinderleeftijd gezien. Nou, wat doet nou eigenlijk adrenaline? Want eigenlijk maakt ieder mens wel adrenaline aan in zijn bijniermerg. En dat is eigenlijk de vlucht, ons vluchthormoon. Dus het hormoon dat wordt aangemaakt als je schrikt bijvoorbeeld. En zorgt dat jij voor jezelf kan zorgen en weg kunt rennen. En dat is eigenlijk ook wat je doet op het moment dat jij adrenaline toedient met een adrenalinepen. Je geeft het lichaams eigen hormoon, wat ervoor zorgt dat de noodsituatie in het lichaam gestopt wordt op dat moment. Dus benauwdheidsklachten die verdwijnen heel snel naar het toedienen van adrenaline. En ook een bloeddruk zie je vaak snel herstellen nadat je adrenaline hebt gegeven. Het werkt eigenlijk op verschillende ontvangersreceptoren in. Als je dan bijvoorbeeld kijkt wat adrenaline doet, dan werkt het onder andere in op je beta-1 receptoren, waardoor de hartslag beïnvloed wordt en je hart beter kan samenknijpen. Dus je ziet dan vaak dat een lage hartactie dan weer herstelt. En als je bijvoorbeeld adrenaline geeft terwijl je het niet nodig hebt, dan zie je een enorme versnelling van de hartslag. En dan krijg je vaak een hypergevoel en dat je heel druk bent. Het werkt ook in als luchtwegverwijdend. Dus als je vernauwing van je luchtwegen krijgt, dan heeft het snel effect op je beta-2 ontvangers in je luchtwegen. En het zorgt ook dat de mestcellen die de veroorzaker zijn van het vele histamine wat vrijkomt, dat die gestopt worden in dat proces. Ook zie je herstel van de bloeddruk doordat de vaten weer vernauwen. En wat wel grappig is altijd op de provocatiekamer, is dat je als kinderen een fors verstopte neus hebben tijdens de reactie. Op het moment van adrenaline zetten, dan kunnen ze opeens weer makkelijk door hun neus ademen. Helaas is dat vaak wel tijdelijk en zie je dat de neusreactie wel weer verergert als de adrenaline uitgewerkt is. Maar het is vaak wel heel opvallend om te zien tijdens een voedselprovocatietest bijvoorbeeld. Adrenaline heeft natuurlijk ook bijwerkingen. En dat is dat kinderen nadat je de pen hebt gegeven, toch bleek kunnen zien in eerste instantie. De kleur zie je wel snel weer terugkomen. In eerste instantie kunnen ze een bleek uiterlijk hebben, omdat natuurlijk die vaten samenknijpen. Ook kun je er wat trillerig van worden. Je hartslag versnelt. En je kan even tijdelijk wat hoofdpijn ervaren. Zet je de adrenalinepen op de verkeerde plek, dan kan dat toch wel vervelende klachten geven als je hem in een bloedvat spuit. En dat is ook de reden dat als adrenaline intraveneus, dus in het bloedvat gegeven wordt, dat je echt goed gemonitord moet worden om toch ernstige bijwerkingen te voorkomen. Maar eigenlijk zien we dat niet gebeuren bij het gebruik van adrenalinepen. Ook wel belangrijk wat kan gebeuren in een stresssituatie, dat je als je de dop van de pen afhaalt, je vinger aan de verkeerde kant hebt en onbedoeld de pen afvuurt eigenlijk in je vingertopje. Ja, dat is natuurlijk heel vervelend. Dat is ten eerste al heel erg pijnlijk, maar het zorgt ook voor vaatvernauwing in je vinger. En dat kan toch wel vervelende klachten geven uiteindelijk. Wat is nu eigenlijk die adrenalinepen? Nou, dat is eigenlijk een pen die voorgevuld is met adrenaline in de juiste dosering. En die je eenmalig kan gebruiken op een vrij eenvoudige manier om de reactie te doen stoppen.
Er zijn in Nederland drie merken op de markt. De EpiPen, de Jext en de Emerade. En die hebben dan verschillende doseringen. Maar meestal, ze spreken over de junior en de normale pen. Dus boven de 25 kilogram. Als enige heeft de Emerade nog een pen voor 0,5 milligram dosering. En die is echt bedoeld voor volwassenen en mensen met met overgewicht. Mede omdat de naald die daaruit komt langer is, waardoor die beter in de spier terechtkomt van het bovenbeen. Nou, in de praktijk hebben wij veel te maken met de EpiPen en de Jext-pen. Dat heeft er ook wel mee te maken dat deze twee pennen eigenlijk op dezelfde manier gebruikt kunnen worden. En de Emerade is als enige een pen waarbij je de dop aan de kant van de injectieplaats verwijdert. Onderzoeken hebben laten zien dat het een goede pen is en makkelijk gebruikt kan worden. Maar omdat de meeste mensen toch bekend zijn met de EpiPen en de Jext-pen, neigen wij ernaar om toch meer die pennen te gebruiken in de praktijk. Gelukkig zijn er ook ontwikkelingen gaande op het gebied van medicatie waar adrenaline in zit. Want toch merk je in de praktijk dat mensen vaak een drempel over moeten om de pen te gaan gebruiken, mocht het kind een reactie hebben. En dat heeft er mede mee te maken dat je toch het gevoel hebt dat je een injectie zet en dat je je kind daarmee pijn kunt gaan doen. Dus er wordt hard gewerkt aan een variant in de vorm van een neusspray. Wat ik zag is, zal die geregistreerd worden vanaf een gewicht van 30 kilogram. Dus voor kinderen helaas dan nog niet, die lichter zijn dan 30 kilogram. En er wordt gewerkt aan een variant die smelt in de mond, dus een sublinguale tablet. Dus hopelijk komen die in de komende jaren op de markt en kunnen die vervanger zijn voor de adrenalinepennen die er nu zijn. Nou, eigenlijk is er goed nagedacht over voor wie is zo'n pen nu belangrijk om te hebben in de noodzet. Adrenalinepennen zijn heel belangrijk als je ernstige reacties hebt. Maar het zijn ook wel vrij kostbare geneesmiddelen. Je ziet toch snel dat zo'n pen rond de 40 euro kost per stuk. En als je dan bedenkt dat gelukkig de meeste mensen de pen niet hoeven te gebruiken in de praktijk. En ze dus aan het einde van, als ze over datum raken, weggegooid worden. Dan is het wel goed om goed te besluiten wanneer een pen wel noodzakelijk is en wanneer niet. Ook omdat het nogal belastend, als een belasting ervaren kan worden door ouders en patiënten. Omdat ze de pen eenmaal voorgeschreven eigenlijk altijd bij zich moeten dragen. En de reden daarvoor is dat vaak een reactie elders gebeurt dan in een huiselijke situatie. En als je op dat moment de pen niet bij je hebt, dan kan je ook niet handelen. Dus dan heb je niks aan een pen die voorgeschreven is. Dus wij zeggen altijd, eenmaal voorgeschreven is het belangrijk dat de pen altijd bij het kind is. Want anders dan heeft een pen hebben geen zin. Dan kun je net zo snel 112 bellen en dan is de ambulance vaak sneller op de plek. Dan dat jij naar je kind toe kunt gaan en de pen kunt toedienen. Nou, redenen om een pen te hebben is als tijdens het in het gesprek naar voren komt dat je kind echt benauwd heeft gereageerd op bijvoorbeeld de inname van pinda of een nood. Of als je bijvoorbeeld bekend bent met een inspanningsanafylaxie of een anafylaxie zonder oorzaak, aanwijsbare oorzaak. Dat is echt een reden om echt een pen bij je te hebben. Omdat je niet weet wanneer dit weer voor kan komen. Dus dan is het belangrijk dat je wel kunt handelen. Ook mensen met toch matig tot ernstig astma die niet goed gecontroleerd zijn en bekend zijn met de voedselallergie, dan heb je een verhoogd risico op een ernstiger beloop van een reactie. Dus stel dat je een pinda-allergie hebt en je hebt daarbij astma en je bent op dat moment niet stabiel, dan is de kans dat je benauwd reageert als je het per ongeluk binnenkrijgt toch wel heel groot. Insectenallergie, met name bij volwassenen die voor systemische klachten hebben laten zien, is een EpiPen belangrijk. Vooral omdat we weten dat zo'n reactie heel snel kan optreden. Dat kan echt na 2 minuten nadat je gestoken bent,
kan je al een ernstige reactie krijgen. En we zien toch vaak bij insectensteken dat het ook vaak gaat om een anafylactische shock. Dus dat de bloeddruk ernstig daalt en je in een shock belandt. Mensen met mastocytose, dat is een bepaalde mestcelafwijking, waardoor ze bijvoorbeeld bij een steek van een insect overmatig veel histamine gaan produceren, die hebben een reden om zo'n pen in hun noodpakket te hebben. Of als je een verhoogde tryptase hebt. Nou, het kan ook zijn dat je wel een pinda-allergie hebt die mild is, maar dat je op vakantie wilt gaan naar bijvoorbeeld de Waddeneilanden of een bij een cashewnootallergie bijvoorbeeld naar een Aziatisch land, zoals Thailand. Dan kan dat een reden zijn om toch een pen mee te nemen op vakantie. Omdat de afstand tot medische zorg soms langer is. Als je kijkt naar de eilanden, voordat je in een ziekenhuis bent, dan moet je met een helikopter gehaald worden. Dus dan is het wel belangrijk om een EpiPen te hebben bijvoorbeeld. En dat geldt ook voor mildmatige reacties die op lage doseringen optreden. En waarbij het bijvoorbeeld gaat om een kind in de puberleeftijd die nog wel eens risico's willen nemen. Dan kan het zinvol zijn om toch de pen in de noodzet te laten zitten. Om toch te kunnen handelen op het moment van een ernstige reactie. Nou, op de provocatiekamer maken we gebruik van de Samson-score. Dat is het overzichtje wat u hier ziet. Waarbij we echt kijken van op het moment dat een kindje reageert, welke klachten zien we dan? Is het alleen een huidbeeld of gebeurt het meer? En dat bepaalt welke medicijnen we op dat moment gaan geven aan het kind. Tijdens een provocatie wachten we vaak wel wat langer voordat we adrenaline toedienen. Dat heeft er ook mee te maken dat we goed willen zien van hoe de reactie verloopt. Omdat dat invloed heeft op wat je ouders gaat instrueren na zo'n provocatietest. Nou, in het zwart zie je eigenlijk de klachten waarvoor antihistamine voldoende is. Klachten die in het blauw beschreven worden, daar kan het zinvol zijn om toch ook een EpiPen of een adrenalinepen in de noodzet te hebben. En bij klachten die in het rood beschreven zijn, en dan kan je denken aan heesheid, het gevoel van een dichte keel, een blafhoest, benauwdheidsklachten, piepende ademhaling of shockklachten, dus wegrakingen. Dat is een absolute harde indicatie om wel een adrenalinepen in je noodzet te hebben naast antihistamine. Als dat soort klachten optreden, dan is het altijd belangrijk om eerst de adrenalinepen toe te dienen en vervolgens antihistamine te geven. Omdat adrenaline kort werkt en je toch ook graag wilt dat het vrijkomen van histamine gestopt wordt. En dan is antihistamine een belangrijk middel om de verdere behandeling van de reactie te doen. Nou, dit is een voorbeeld van een behandelplan. Zoals wij in Deventer ouders meegeven nadat een provocatietest of nadat een ouder bij ons is geweest en de klachten duidelijk zijn geworden op het allergeen. En daar zie je eigenlijk een heel mooi stroomschema. Waarbij je kunt invullen voor welke allergenen je kind allergisch is. Dus bijvoorbeeld stel dat je kind een pinda- en een cashewnotenallergie heeft. Dan kan je dat opschrijven in het behandelplan. En dan vervolgens zie je heel goed welke klachten en welke behandeling noodzakelijk is. We hebben daarbij ook bewust opgeschreven wanneer je bijvoorbeeld een dosis antihistamine mag herhalen. Omdat in de praktijk blijkt dat antihistamine eigenlijk een heel veilig middel is om te geven. En tot 4 keer de dagdosering ook relatief weinig bijwerkingen laat zien. En je wilt heel graag dat kinderen gewoon goed behandeld worden op het moment van een allergische reactie. En dat het snel gestopt wordt. Dus vandaar dat het belangrijk is om ouders toch echt goede handvaten te geven. Wanneer geef ik nou wat en hoe snel mag ik iets herhalen. Bij het zetten van een adrenalinepen zeggen we altijd van bel vervolgens 112 om toch te zorgen dat er snel medische hulp komt. Dat stel dat de reactie toch weer na 5 à 10 minuten verergert. Op dat moment door de
de hulpdiensten opnieuw adrenaline gegeven kan worden. En het kindje meegenomen kan worden naar een eerste hulp of een kinderafdeling om even een paar uur geobserveerd te worden. Door de hele COVID-pandemie is ook eigenlijk wel gezien dat een anafylactische reactie heel goed behandeld kan worden in een thuissituatie. Dus het kan wel zijn dat in de toekomst de behandelplannen toch licht aangepast gaan worden. Ook afhankelijk van de ervaring van de ouders en kinderen zelf. Maar dan wordt het bijvoorbeeld belangrijk dat je twee pennen altijd bij je hebt. Als jij het advies krijgt om ook eventueel een tweede pen zelf te zetten, omdat je ervaring hebt met ernstige reacties. Maar in principe zie je met name dat mensen het advies krijgen als de pen gezet wordt om toch 112 te bellen om medische hulp te krijgen. Nou, natuurlijk, als je een provocatietest hebt gedaan en het kindje is wel of niet allergisch, dan ben je niet klaar met alleen maar geven van een behandelplan en de juiste medicijnen. Maar wat we vaak ook doen, is toch adviezen geven van hoe ga je hier nu mee om? Want in de praktijk werd ook wel gezien dat pindavrije scholen en allergeenvrije scholen toch niet zorgen voor minder allergische reacties. Sterker nog, in Amerika is gezien dat er meer allergische reacties voorkwamen in de groepen waar het juist heel erg gemeden werd. En daarmee kwam ook het besef dat je beter je kind kan leren het allergeen te herkennen. Dus een pinda, hoe ziet hij er nu uit, of een cashewnoot? En in welke voedingsmiddelen kan dit voorkomen? Kijk je naar de cashewnoot, dan is er vaak bij als je iets met pesto maakt. Dan zie je dat niet alleen pijnboompit in de pesto aanwezig kan zijn, maar ook cashewnoot. En dat zijn wel belangrijke dingen, want je kind wordt steeds zelfstandiger. Die kan buiten huis gaan eten en als hij dan een lekkere pesto voorgezet krijgt en hij weet niet dat daar mogelijk een cashewnoot in kan zitten, ja, dan kan je kind natuurlijk wel een allergische reactie krijgen. Dus heel belangrijk is toch inderdaad leren aan je kind van waar moet ik op letten? Waar kan ik het allemaal tegenkomen? Als ik het binnenkrijg, hoe herken ik die klachten? Daar kan een provocatietest ook heel helpend in zijn. Omdat kinderen daardoor vaak in de praktijk klachten sneller herkennen. Dus vaak door zo'n provocatietest te doen, herkennen ze de eerste signalen van prikkeling in de mond en de keel. Waardoor ze bewust worden van, hey, krijg ik nou misschien toch bijvoorbeeld een cashewnoot binnen? En leer ze dan om te gaan vragen van wat ben ik nu eigenlijk aan het eten? Zijn ze ouder, dan kunnen ze etiketten lezen. En dat leren wij ouders ook, lezen etiketten. Want dat is belangrijk, want daaraan kan je ook zien hoe eerder een pinda genoemd wordt in een etiket, in een de producten die erin zitten, hoe hoger de dosering ook is dat het erin zit. Staat het aan het einde van de voedingstabel, daar zit er vaak relatief weinig in. Dat wil niet zeggen dat je het dan makkelijk kan geven, maar het geeft wel een indicatie hoeveel je kind ongeveer binnen zou kunnen hebben gekregen. Sporen van pinda of noten blijkt niet een heel veelzeggend iets te zijn. Dus vaak zeggen we kansporen bevatten van. Mag gegeven worden, omdat het er heel vaak niet in zit. En daardoor heel erg beperkend kan werken binnen een dieet. En kan je sporen toestaan, dan wordt het dieet wat makkelijker om toe te passen. Nou, belangrijke dingen zijn gewoon goede handhygiëne. Dus was je handen als je met een allergeen hebt gewerkt. Op kinderdagverblijven en op scholen. Kinderen mogen wel pindakaas eten in de klas waar kinderen zitten met pindaallergie. Maar laat ze op de plek eten en was handen en toeten na die tijd. Zodat de kansen op eventueel een reactie zoveel mogelijk wordt beperkt. Was je af met de hand, zorg dan dat je inderdaad alles goed afspoelt en eerst de producten van de allergische huisgenoot afwast en vervolgens de rest, zodat je zo min mogelijk toch besmetting van de gebruikte producten kan krijgen. En zet dingen boven in de koelkast voor je allergische kind. Gebruik eigen boter, eigen jam, zodat de kans op eventueel een reactie zo klein mogelijk is.
Op scholen wordt ook vaak door ouders eigen trommeltjes meegegeven dat als er twijfel is over een tractatie, dat het kindje toch iets kan krijgen uit zijn eigen tractatietrommel. Maar je snapt vaak ook wel dat als kinderen ouder worden, dat het best wel confronterend is dat ze hun eigen tractaties moeten pakken. Dus vaak bewustwording van en even benoemen kan heel helpend zijn. En als ouders, vaak zie je wel dat de ouders dan vragen van wat kan ik dan wel tracteren op school. Als we dan kijken naar insectensteken, dan wordt daar gebruik gemaakt van een ander klassificatieschema volgens Müller. Daar hebben we vier gradaties in reacties. Je hebt natuurlijk de lokale reactie waar je eigenlijk nooit wat mee hoeft. Maar je ziet ook dat er reacties op kunnen treden waarbij je toch verder van de insteekplaats af huiduitslag kunt krijgen of galbult of zwelling. Een graad 1 reactie wil bij kinderen niet altijd zeggen dat je gelijk aan immunotherapie moet denken of aan een EpiPen moet denken. Want het zegt niet altijd dat een eventuele volgende steek ernstige klachten geeft. Dat is denk ik wel belangrijk om te weten. Dat bij kinderen onder de 12 jaar zien we vaak toch ook wel dat het immuunsysteem op een gegeven moment denkt van ik reageer ook lokaal op een steek. Wel is bekend bijvoorbeeld dat als jij als kind bij een wespennest komt en je wordt 50 keer gestoken, dat je eigenlijk altijd een ernstige reactie krijgt. En voor volwassenen zie je dat kan gebeuren bij 100 tot 300 steken. En bij bijvoorbeeld imkers is dat als ze een allergie hebben voor bijen, is dat natuurlijk wel belangrijk om te weten. Want dat is natuurlijk een hoog risico dan om imker te zijn. Dus daar moet je goed rekening mee houden. Vanaf graad 2 tot en met 4... dan is het echt belangrijk om doorverwezen te worden naar een allergologiecentrum. Want dan kan immunotherapie erg helpend zijn voor de bij en de wesp. Waarbij je ziet dat als je de instelfase door bent, dat daarna eigenlijk ook de EpiPen niet meer noodzakelijk is bij een eventuele steek. Een traject is wel lang. Het duurt 5 jaar om de volledige immunisatie af te maken. Maar dan zie je dat het echt in 95% van de gevallen heel effectief is. En ernstige reacties kan voorkomen in de toekomst. Nou, ook hier, als iemand een ernstige reactie, als een kind een ernstige reactie heeft laten zien. Dan is het belangrijk om een behandelplan mee te geven. En naast natuurlijk de adrenalinepen. Om toch te zorgen dat mensen weten wanneer ze de pen moeten gebruiken. En wanneer ze even kunnen afwachten. We zeggen wel altijd bij twijfel is pen zetten. En de reden daarvoor is dat hoe sneller je de pen zet, hoe eerder je de reactie onder controle hebt. En dat is ook het fijne aan toch voedselprovocaties doen bijvoorbeeld. Als ouders, als een kind een ernstige reactie bij ons op de provocatiekamer krijgt, laten we in principe de adrenalinepen door ouders zelf zetten of door het kind zelf. En dan zie je vaak dat enorm drempelverlagend werkt. Omdat ouders zien van er is wel tijd om te handelen. En als ik de pen zet, dan knapt mijn kind daar enorm van op. Dus ik help mijn kind in plaats van dat ik hem iets aandoe omdat ik een injectie zet. Dus dat is vaak wel... voor ouders heeft dat enorm veel meerwaarde. Omdat ze dan eigenlijk weten hoe goed ze hun kind kunnen helpen op het moment van een reactie. Nou, dan heb je natuurlijk bij insectenallergie ook wel belangrijke adviezen. Want je ziet vaak einde zomer dat wespen op zoek gaan naar eten. Zoetigheid zijn ze natuurlijk dol op. Dus belangrijk om je kind te leren van hoe... niet om ze bang te maken voor insecten, maar juist om ze te leren hoe insecten leven en hoe ze functioneren. En vooral niet gaan slaan snelle bewegingen maken in bijzijn van insecten. Ze zijn vaak banger voor jou dan andersom. Maar ook wel letten op drinken. Als je bijvoorbeeld buiten een glas limonade drinkt, dat trekt natuurlijk insecten aan. Dus let goed op. En
drink in principe niet zo uit een blikje, omdat je niet kan zien of daar toevallig een insect in is gaan zitten. Maar maak gebruik van bijvoorbeeld glazen drinken, want dan kan je een insect ook zien als die erin zit. Kinderen spelen natuurlijk graag in de natuur. En dan leer ze dan ook dat inderdaad dikke takken of boomstronken, dat daar wespennest onder kan zitten aan het einde van een zomerperiode. En dat is een potentieel gevaar voor kinderen met een ernstige wespenallergie. Ook parfums, nou gelukkig zie je dat vaak pas op oudere leeftijd. Jonge kinderen gebruiken vaak geen parfums, maar je kent natuurlijk wel bijvoorbeeld body lotions waar een geurtje aan zit, of shampoos waar een geurtje aan zit. Gebruik deze producten liever niet, omdat dat insecten kan aantrekken. En je kan gebruik maken van insectwerende sprays waar een hoog gehalte aan DEET in zit. En wat ik al noemde eerder, op blote voeten lopen buiten en helemaal als je klaver in het gras hebt zitten, leer je kinderen echt om schoenen aan te doen. Want dat verhoogt het risico of verlaagt het risico op insectensteken aan de voeten. Nou, dit was mijn presentatie. Dus ik ben benieuwd of er vragen zijn naar aanleiding van... Nou, ik wil je ook hartelijk bedanken. Ik vond het echt een heel duidelijke presentatie. Ik heb er zelf ook wel weer mooie informatie uitgehaald. Ik zag zeker wat vragen voorbij komen. Dus ik denk dat we die samen gewoon even kunnen doorlopen. Ik heb ze even apart gezet onder vragen. Zal ik ze anders even gewoon stuk voor stuk benoemen en dat jij ze kan beantwoorden? Vind je ja, helemaal goed. Ja. Wel een vraag. Wat is het verschil tussen een allergie en een intolerantie voor voeding? Nou, dat is een goede vraag. Bij een intolerantie zie je vaak dat maag-darmklachten op de voorgrond staan. Bij een intolerantie kan je ook denken aan lactose-intolerantie. Dus dan reageer je op melksuiker en niet op het melkeiwit. En vaak zie je dat intoleranties, daar heeft een antihistamine geven geen zin voor. Want er is geen sprake van histamine release. Dus dat is eigenlijk een andere vorm van een voedselallergie of intolerantie. Bij een type 1 voedselallergie, waar het hier met name om gaat, dat je de antihistamine of de adrenalinepen nodig bent. Dat is echt de reactie die ontstaat op het eiwit zelf van het voedingsmiddel. Ja, duidelijk. En dan een vraag. Aan de hand denk ik van de casus die jij vertelde over het kindje met de pindakaas op de huid. Als er huidproblemen of bulten komen van de aanraking dus van de pindakaas, is het dan een contactallergie en geen voedselallergie? Ja. Wij zeggen altijd op het moment als je ziet dat je kind contact heeft gehad. En we weten bijvoorbeeld ook dat als je pinda hebt gegeten, dat er nog heel lang eiwit in je mond achterblijft, in het speeksel. Een glas drinken nemen, dat heeft geen zin. Dan zit het ook nog steeds in je speeksel. Pas na twee à drie maaltijden, dan is al het eiwit echt uit je speeksel verdwenen. Dus bij jonge kinderen, vooral als de tandjes doorkomen, kunnen ze natuurlijk nog wel kwijlen. Dus op het moment dat ze dan met hun handje langs de mond wrijven en bijvoorbeeld in hun oog wrijven, dan zie je soms enorme zwellingen van de oogleden ontstaan. Als je hebt gezien dat dat gebeurt en verder is je kind heel comfortabel en je ziet bijvoorbeeld geen galbulten onder de oksel of in de liesstreek, dan mag je er eigenlijk wel van uitgaan dat het een contactreactie is. En die is met name vervelend, maar niet levensbedreigend. Oké. Duidelijk. Een iets meer medische vraag. Als je bijnieren niet meer functioneren door dagelijks prednisongebruik, kan je dan wel zelf een adrenalineshot reguleren in het lichaam? Of heb je dan altijd een adrenalinepen nodig bij een allergische reactie? Dat is zeker een goede vraag. Ik zag hem er inderdaad tussen staan. Eigenlijk als je inderdaad zelf, als je minder, je kan je voorstellen op het moment dat jij zelf ook geen adrenaline aanmaakt. Kijk, adrenaline blijft natuurlijk de eerste behandeling. Maar daarom moet je ook inderdaad 112 bellen op het moment dat jij een ernstige reactie hebt. Want soms zie je inderdaad dat je andere medicijnen toe moet dienen om te zorgen dat de reactie stopt. Het is met name dan belangrijk wel de pen zetten, maar ook 112 bellen, zodat je medische zorg kunt krijgen en eventueel andere middelen gegeven kan worden. Ja, duidelijk.
Iemand die zegt, bij mezelf is de reactie niet meteen, maar bij medicijnen en voedsel komt de reactie later, 1 of 2 dagen later. En ik ben een volwassene. Ging vanuit, maar dat is wel inderdaad echt bij de reactie, niet bij kinderen dus. Ja. Ja, nou in principe eigenlijk zien we meestal dat type 1 voedselallergische reacties binnen de eerste 2 uur nadat je het voedingsmiddel binnen hebt gekregen ontstaan. Er zijn wel vertraagde reacties, dus die later optreden, maar eigenlijk bij type 1 voedselallergische reacties zie je toch vaak dat die wel binnen de eerste uren optreden. En dat zijn ook vaak de ernstiger reacties kunnen dat ook zijn. Dus ik weet niet welke klachten deze persoon precies heeft na 1 à 2 dagen. Maar vaak zeggen wij van dat is dan meer vaak intolerantieklachten voor het voedingsmiddel. Omdat het maag-darmstelsel klachten geeft dan dat. En helemaal als je bijvoorbeeld sensibilisatieonderzoek hebt gedaan en er is geen IgE aantoonbaar of geen positieve huidtest, dan is er eigenlijk geen sprake van een type 1 voedselallergische reactie. Echt een andere vorm van allergie. Ja, dan zou het dus eerder misschien ook een voedselintolerantie kunnen zijn als het een maagdarmklachten of iets dergelijks betreft. Ja. Ja, en soms hoor je ook wel terug van ouders dat ze het wel kunnen geven, maar dat ze opvlamming eczeem zien. Gelukkig zien we in de praktijk ook vaak dat als je toch, en vooral bij jonge kinderen is dat belangrijk, dat als je het voedingsmiddel blijft geven, dat die klachten vaak uitdoven na verloop van tijd. Nou, dit is niet echt een vraag, maar iemand heeft opgemerkt dat Emerade momenteel al niet op de markt is, vanwege een tweede recall. Dat is... We zien het vaker inderdaad en ook de EpiPen is wel eens niet leverbaar. Ja, dan ontkom je niet aan om toch een andere pen tijdelijk te moeten gebruiken. Maar zorg dan altijd dat je wel de instructies... even weer checkt van de betreffende pen. En er zijn hele mooie YouTube-filmpjes van. En de beschrijvingen zitten er ook altijd bij. Ja. Zelf heb ik toevallig laatst een kinder-EHBO-cursus gedaan. Op de opvang van mijn kindje. En daar werd ook in de EHBO-cursus ook uitgebreid laten zien hoe een adrenaline-pen werkt. En volgens mij is dat ook een standaard onderdeel van een EHBO-cursus. Mocht je die ooit gedaan hebben, dan zal je daar ook in ieder geval mee bekend zijn hoe je zo'n pen moet gebruiken. Maar wat jij nu vertelde, inderdaad, dat de dop natuurlijk aan de andere kant kan zitten, dat is wel echt heel belangrijk dat mensen daar bewust van zijn. En ook goed opletten hoe dat dan werkzaam is natuurlijk. Ja, klopt. Hier zie ik staan, bij het voorschrijven van een dosering houden jullie dus gewicht aan in plaats van leeftijd. Ja, klopt. We zien toch vaak dat kinderen boven een bepaald gewicht toch de 0,3 milligram nodig hebben om de reactie te doen stoppen. Dus vandaar dat eigenlijk standaard uitgegaan wordt van het gewicht van een kind. Oké. Hoe kunnen mensen of bijvoorbeeld vreemden weten dat je een allergie hebt of een EpiPen bij je? Zijn daar bijvoorbeeld tags, armbanden of sieraden voor? Ja, die zijn er zeker. En die kunnen via het Zilveren Kruis besteld worden via die website. En je kan ook een melding maken dat zodra de ambulancedienst gebeld wordt en je wordt bijvoorbeeld gevonden. En je hebt, ze weten van je kan anafylactisch reageren. Dat ook het eerste is waar ze op inspelen op het moment dat ze bij jou komen. Dus je kunt zowel een melding maken bij de ambulancediensten. En als dat jij inderdaad een ketting of een armband draagt. Ja. Dus dat zijn inderdaad praktische hulpmiddelen om met anderen te laten weten dat je een ernstige voedselallergie hebt. Of bijvoorbeeld een insectenallergie. Ja. En in principe heb je natuurlijk ook altijd, vooral als je een EpiPen of een adrenalinepen hebt, we zeggen altijd, die moet je echt bij je hebben. Dat is eigenlijk je beste vriend. Dus stop hem in de tas van je kind en gaat je kind bijvoorbeeld van school naar een gymzaal die ergens anders zit. Ja, die tas moet gewoon mee naar de gymzaal, want er kan ten alle tijde een reactie gebeuren. En ook als het kind direct vanuit school gaat spelen bij een ander kindje, laat die tas bij het kind, want dan kan er ook gehandeld worden als het nodig is. Ja. Ik denk dat dat ook een leerproces is, denk ik, van ouders. Ja. Als een kindje allergie heeft, maar ook voor jezelf. Als je als volwassene natuurlijk altijd iets bij je moet hebben, dat heel belangrijk is. Dat je dat even moet wennen van, oké, dat zit altijd in
een tas of in een jaszak, of hè, dat dat ook echt wel meegaat. En niet dat je mogelijk wisselt van tas en dus je medicijnen mist eigenlijk. Ja. Ja. Ja, klopt. Heel belangrijk. Weet je, en als dat een keer gebeurt en je krijgt wel een ernstige reactie bij verdenking anafylaxie is, ja, dan ga dan alsjeblieft niet naar huis rijden om zo'n pen te halen. Want dat heb ik in de praktijk ook al wel eens gehoord. Dat mensen dan toch naar huis gaan rijden om die pen te pakken en dan te gebruiken. Beter is om dan op dat moment gewoon 112 te bellen. Die zijn daarvoor, die zijn heel snel bij je. En die kunnen adrenaline geven, want die hebben dat gewoon in de ambulance. En dat werkt sneller en is veiliger ook voor jezelf dan dat je zelf gaat rijden om zo'n pen op te halen. Ja, ja, je bent zelf misschien ook in paniek, kan ik me voorstellen. Ja. Als het om je heen gebeurt en dat zou je nog zelf een ongeluk krijgen misschien ook. Of iemand in gevaar brengen. Nee, heel goed. Dit is denk ik een vraag aan de hand van dat je vertelde dat, dat bijvoorbeeld de hulpdiensten of dat het nodig kan zijn om een tweede keer te prikken. Gebeurt dat vaak, dat na één keer prikken ook nog een tweede keer nodig is? We zien dat met name als je pas laat de pen zet. Dus als je lang wacht voor het zetten van de pen. Mm-hmm. Dat een tweede pen eventueel nodig is. En dat is niet omdat de reactie dan ernstiger is. Maar dat is gewoon omdat dan die eerste gift gewoon niet voldoende is om de reactie te doen stoppen. Okay. Dus ja, dat, inderdaad, je ziet het wel eens voorkomen. We zien het op de provocatiekamer ook nog wel eens. Vooral bij de grotere jongeren, zeg maar, of de oudere kinderen, die wat zwaarder zijn, dat dan toch die 0,3 niet voldoende is en dat je een tweede gift moet geven. Ja, oké. Okay. Dus daarom is het ook belangrijk om die zo snel mogelijk dus wel te zetten. Ja. Dus het is ook echt wel met een andere reactie zie je daarbij. Als je absoluut. Ja. We hebben ook wat vragen na je presentatie binnen. Altijd leuk. Is er een verschil in anafylactische reactie? Dus dat je de ene keer wel een pen zet en de andere keer niet? In principe, als er sprake is van een anafylaxie, dan is er maar één manier van handelen en dat is de pen zetten. Dus als je kind echt een piepende ademhaling heeft of lijkt te gaan flauwvallen, dan is er gewoon geen keuze en dan is het gewoon die pen zo snel mogelijk toedienen. Duidelijk. Iemand zegt een stukje over bijensteken ging vlug, maar ik heb als kind 60 bijensteken gehad. Jeetje, dat lijkt me echt heel heftig om dat mee te maken. Jeetje, nou gelukkig goed afgelopen in ieder geval. Ja. Waarom is een EpiPen maar vrij kort houdbaar? Dat is de werkzame stof zie je toch in verloop van tijd afnemen, de werkzaamheid van de stof zelf. En dat is ook de reden dat de pen eigenlijk vaak maar een jaar tot max anderhalf jaar houdbaar is. We zeggen ook al vaak tegen ouders van als je ze ophaalt bij de apotheek, check echt even de houdbaarheidsdatum. Want soms dan, je krijgt het de pennen mee die ze het langst hebben liggen. Ja. En het is jammer als je elk half jaar naar de apotheek moet om nieuwe pennen te halen. Ja. De pen neem je natuurlijk ook overal mee naartoe. En dat kan ook zijn dat hij een dagje in de 30 graden ligt met de warme zomers. Nu is het niet zo dat je dan gelijk de pen moet weggooien, maar je ziet wel dat het langzaamaan de werkzaamheid afneemt. Dus dat is de reden. Ja, dus zelf er ook echt bewust van zijn inderdaad dat je bijvoorbeeld een herinnering in je agenda zet. Ja. Ik heb de houdbaarheidsdatum van mijn pen bereikt. Of ik moet op tijd gaan wisselen eigenlijk. Ja, en er zit ook een venstertje op. En als je ziet dat de vloeistof nog helder is, maar hij is bijvoorbeeld een half jaar over datum. En dat is het enige wat je hebt. Dan zeggen we altijd van gebruik dan die pen wel. Want er is ook één studie geweest die heeft laten zien dat na 4 jaar zelfs nog 80% werkzame stof erin zit. Dus beter dat dan helemaal niks geeft. Tenzij die natuurlijk troebel is, dan moet je hem gewoon niet gebruiken. Dan is het 1-2 bellen en zorg dat die dus zo snel mogelijk zijn. Ja, het is wat ik jou hoor zeggen is eigenlijk dat het heel vaak is beter het zekere dan voor het onzekere nemen. En gewoon altijd maar beginnen met de adrenalinepen zetten. Liever één keer te veel dan te lang wachten eigenlijk. Ja, absoluut. Ja. En vaak als je ziet dat kinderen heel vaak, dat de ouders heel vaak de pen moeten zetten, dan is het verstandig om toch
contact te zoeken met je behandelend arts. Om toch eens een provocatietest te doen om te zien hoe de reactie verloopt. Of het daadwerkelijk nodig is om die pen te gebruiken. Want er zijn natuurlijk ook bij kinderen, bij voedselallergie, zie je dat er toch steeds meer aandacht is voor immunotherapie. En dan weten we dat boven de leeftijd van 5 jaar is het niet genezend, maar is het meer drempelverhogend. Dus dan zie je bijvoorbeeld voor de pinda dat er al middelen op de markt zijn om te zorgen dat die drempel hoger ligt, zodat je minder risico hebt op een ernstiger verloop van een reactie. Ja. Even kijken. Kan een kind ook zelf uit een anafylactische reactie komen door middel van desloratadine, dat is een antihistamine, en salbutamol? Nou, in principe zie je vaak wel dat het ook, het kan spontaan herstellen, maar je kind is gewoon heel lang beroerd van de reactie. Dus je moet je afvragen of je kind zo lang beroerd wilt laten zijn, of dat je hem even wil helpen door eigenlijk iets te geven wat het lichaam herkent en kent. En dat is adrenaline. Je haalt je kind gewoon veel sneller uit de reactie en dan kan het gewoon herstellen. Je moet je ook voorstellen dat een ernstige voedselallergische reactie of een reactie is net een marathon lopen en kost gewoon ontzettend veel energie. Dus hoe langer je erover doet, hoe meer hersteltijd je daarna ook hebt. En hoe eerder je de reactie stopt, hoe eerder je kind ook weer hersteld is nadien. Dus ik denk echt laagdrempelig toch pen gebruiken als je het idee hebt dat je kind deze nodig heeft. Ja. Wel een interessante vraag. Ik ben getest op pinda-allergie en volgens de uitslag heb ik dit niet. Maar als ik een pinda eet, heb ik het idee dat mijn keel dichtgaat. Is dit dan een intolerantie? Ik durf zelf geen pinda's meer te eten en zelfs geen pindakaas. Ja, dat hoor je inderdaad wel vaker. En soms kan je pinda wel eten zonder ernstige klachten, maar zie je toch dat je last hebt van prikkeling in de mond en keel. En dat kan een reden zijn om dan toch te zeggen van ja, ik wil toch liever geen pinda eten. Als je volwassen bent, ja, dan denk ik dat het inderdaad gewoon ook je eigen keuze is daarin. Bij jonge kinderen zeggen we vaak van ja, hou vol met wel geven. Want soms zie je dat dat kan zorgen dat de tolerantie verhoogd wordt en dat je niet een reactie of een ernstige allergie gaat ontwikkelen daarvoor. Maar dat is echt leeftijdsafhankelijk. Want kinderen tot de leeftijd van 5 jaar zie je dat het immuunsysteem nog beïnvloedbaar is. Maar ja, je hoort het vaker dat provocatietest prima gaat. En vooral ook bij orale allergieklachten. Als je bijvoorbeeld bekend bent met boompollenallergie. Dan zie je bijvoorbeeld in de boompollenperiode dat je last kunt hebben van bijvoorbeeld rauwe appels of van noten eten. Vaak zie je dat je, als je wat drinkt, dat die klachten verdwijnen. En dat is een teken dat het niet een ernstige reactie is. Maar het kan zeker vervelend zijn. Ja. Ja. Ja, dat merk heb ik in de praktijk ook veel gezien. Ik ben dan diëtiste en specialisatie wel in allergieën. En nadat mensen vaak klachten in de mond vooral ervaren. Dus wat je zegt, die oral allergy syndrome. Dus meer de mondklachten. Ja. En dan toch denken na bijvoorbeeld een heftige noten- of pinda-allergie te hebben. Omdat ze de mondklachten hebben. En dat toch heel onbekend is. Dat kan komen door die kruisreactie met boompollen of pollen bijvoorbeeld. Ja, dat het toch veel voorkomend ook is. Zeker in het hooikortseizoen zie je dat wat vaker aan de oppervlakte ligt. Maar ja, dat mensen meer klachten daarvan ervaren. Ja, ja, klopt. En dan zijn we denk ik bij de laatste vraag. Dat is eigenlijk, we hebben hem net, was de vraag afgekapt. Dat was de mevrouw die zei als kind 60 bijensteken te hebben gehad. Daarna nooit meer gestoken door een bij of door een wesp. Maar ben ik dan allergisch? Als je op dat moment geen ernstige systemische reactie hebt gehad, zeggen wij, dan wordt verondersteld dat je niet allergisch hoeft te reageren. En je ziet gelukkig heel vaak dat als de jaren overheen gaan, en vooral op jonge leeftijd, dat als je dan weer opnieuw gestoken wordt, dat het niet tot een ernstige reactie hoeft te leiden. Dus vooral de prognose op jonge leeftijd is wel heel gunstig. Maar hoe ouder je wordt en ook hoe sneller de reactie optreedt, ja, hoe serieuzer het toch wel is dat het wel een echte allergie voor een insectensteek is. Maar goed, gelukkig, over het algemeen worden mensen niet vaak gestoken.
Maar heb je een serieuze reactie met een anafylaxie in het verleden, ja, dan zou ik zeker wel daarvoor me laten verwijzen, omdat immunotherapie echt heel erg effectief is voor bijen en wespenallergie. Ook daarvoor doe je dan wel eerst bloedonderzoek, want je moet natuurlijk wel IgE voor de bijen of de wespen hebben, anders heeft immunotherapie geen zin. En zoals ziektebeelden als mastocytose, ja, dan heb je ook een verhoogd risico op ernstige reacties. Juist doordat je die mestcellen zo actief hebt in het lichaam. Dus dat zijn echt wel redenen om wel echt een EpiPen of een adrenalinepen te hebben in de praktijk. Maar over het algemeen, wil ik niet zeggen als je eenmaal een ernstige reactie hebt gehad, dat je die altijd krijgt. Duidelijk. Nou, we zijn geloof ik door alle vragen heen. We zijn heel stipt. We zijn stipt begonnen en precies een uurtje verder. Hartstikke leuk. Ja, mooie vragen ook weer gekregen. Ik vind dat heel leuk om ook die interactie te hebben. Ik wil jou heel hartelijk bedanken. Ik vond het heel duidelijk, heel informatief. En ik heb echt het idee dat de mensen hier ook veel aan gehad hebben. De opnames worden achteraf gedeeld. Dus iedereen die zich heeft aangemeld, krijgt gewoon de link. En volgende maand is er weer een nieuw webinar van Allergie Monitor. Dus ik wil iedereen een fijne avond wensen. En Annelies, nogmaals hartstikke bedankt. Ja, jij ook bedankt. Dankjewel. Fijne avond. Fijne avond. Ja.